Yo beste kijkers van de Cool Drinker Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag gaan we een of andere Stray Souls poppenhuis mysterie doen. Ik vraag me af wat we gaan doen. Nou, we gaan het zo zien. Volgens mij is het een of andere puzzelgame. En het geluid kan best wel hard staan. Ik heb nog op zijn zachtst op dit moment staan. Sam, ik hou zoveel van je. Oh, wie is dat? Wees maar niet bang, ik ga wel even kijken. Overslaan. Oh. Ik ben een beginner. Oh, een briefkaart. Wat zit er in de kist? Het adres van de afzender is nauwelijks leesbaar, maar je kan een paar letters zien. Nee, oké. Okay. Ahem. Oh, er zat een gum in. We moeten heel even tang zoeken, jongens. En tang. En we hebben een sleutel nodig. We gaan detective spelen. Wat is een plaats? Oh. Oeh. Een heupfles. Wat is een heupfles? Oh, dit is toch een heupfles? Filmrol? Ik zie geen filmrol liggen. Maar ik weet, ik ben heel slecht in zoekspellen. Een sikkel. Dat is een sikkel. Paraplu. Filmrol. Halsketting. Een schip. Waar is die? Oh, hier ligt een boot, een zaag. Een zaag? Waar zien ze een zaag dan? Ik zie geen zaag liggen hoor. Die hebben we blijkbaar nodig, maar die zaag. Wat is de zaag? Wat... Oh, hier ligt de zaag. Een tang. Dit is de tang. We hebben nog een sok nodig. En die heupfles. Oh, daar ligt de heupfles. Oké, okay, I did it. En nu? Ik heb gevonden een tang. Wat zit er in de kist? Een teddy. Hallo, ben jij Danielle? Wil je weten wat Sam is? Ik help je wel met zoeken. Graag. En open de rij. Oh, het is een archief. Waarom verborgen zijn we dit? Oh, een halve foto krijg ik, gezellig. Kijk goed. Een halve foto. Ik moet iets met de foto zoeken. Maar dit zijn allemaal hele foto's. Waar zien we een halve foto dan? Oh, hier. In de dagboek. Tada. Die twee rechts en links zien er niet zo heel erg gezond en fris en fruitig uit. Adres voor Lorenstraat B. Ben je erachter waar Sam woonde? Ja. Zeker weten, ik ga met je mee om te helpen. Wees maar niet bang. Jee. Afsluiten.
Het is een verrippt spannend spel ook, joh. Een heel mysterie moeten we oplossen. Zo, de knetters. Wat krijgen we nu? Ik kan ook eerlijk zeggen dat het... Het ziet er wel vet uit op zich. Het is bij wel een oud spel. Oh. Spel is... Futsi. Spel terugkomen. Overslaan. Oké, wat gaan we doen? Hallo, ik ben Jimmy. Jij bent Daniel. Zoek je je man? Ik heb hem gezien. Gezellig. Oké, we gaan weer zoeken. We hebben als eerste nodig een horloge. Een appel, een... Ik leg gewoon alles aan waar ik zoiets van heb. Van dit kon wel eens nodig hebben. Geen revolver. Oh. Een bijl konden we ook wel eens nodig hebben. Een veer, een vlinder. Een oogbal. We hebben een poppenhuisdak bijvoorbeeld nodig. Dat is dat gedeelte. Dit is een laars. Oh wacht, hier laarzen. Een 5 hebben we nodig. Een vlinder keer 2. Vlinder. Ja, wat is die verdomste vlinder dan? En een televisie. Ik zie hier ook echt... Oh, een televisie. Ja. We hebben ook een 5 nodig. Maar waar zie je een 5 dan? Als ik ergens een 5... zag. En een vlinder. We hebben ook een vlinder en een 5 nodig. Maar. Het probleem is. Ik zie echt geen 5. En ik zie ook geen vlinder. Ja, maar waar dan? Hij richt het telkens hierop. Ik ben super slecht in zoeken. Oh! De 5. I found it. Ja, en nu nog die vlinder. Oh, daar. Tadaa! Oké. Oh ja, nog een vlinder. Ja, tuurlijk. Hij zegt dat het hier ergens een vlinder moet zitten. Ik ben zo slecht in puzzelspellen. Maar ik had echt zoiets, ik wil dat ik uploaden voor jullie. Hoe is dit een vlinder? Ik zou het niet weten. Zo zie je, maar ik ben altijd heel slecht in puzzelgames. Oh. Ja, natuurlijk. Die zag ik inderdaad niet zitten. Zo, de knetter, daar zat hij dus. Een briefbushendel. Het wordt nog interessant.
En dan het raampje erin. Tada! Weet je, jongens, ik vind het mooi geweest voor vandaag. Oh, we gaan nog een stukje zien. Laat even weten in de reactie of jullie meer puzzelgames willen zien. Ik vind het heel awesome om te doen. Maar mijn vraag natuurlijk aan jullie is ook, vinden jullie dit leuk om te zien? Want ja, dit is toch best wel een spannend puzzelspel en ik wil het sowieso verder gaan spelen. Op het moment dat jullie zeggen van laat maar verder zien, ik vind het ook spannend hoe je, leuk om te kijken hoe jij faalt met de puzzelen. Laat even weten een reactie onder deze video. En we hebben jullie geen zin in, dan ga ik het gewoon zelf een keer uitspelen. Voor nu zou ik zeggen allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.